Het is in elke stad een algemeen bekend verschijnsel. De oude jup, oftewel de welgestelde vijftiger, blijft te lang wonen in de binnenstad. Volgens het Parool is het in Amsterdam zelfs sfeerbedreigend. Maar beseffen ze dat eigenlijk zelf wel? Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Aan die Amsterdam... Nou, dit is goed saai hier in ieder geval. Hier zullen we oude juppen wonen. Staat hier in de krant dat de oude jup in Amsterdam blijft hangen en de sfeer bederft. Ik denk dat we erg contributief zijn voor de sfeer. Wij houden de continuïteit tenminste in de gaten. En dat kun je natuurlijk nog niet zeggen van de jeugd die zijn richting moet vinden. Want kijk u maar op een mooie dag, dan zie je prachtige stoepen waar de mensen rosé zitten te drinken en gezellig met elkaar bezig zijn. Drinkt u veel? Ik drink bij gelegenheden, heel graag. Drugs? Nee, absoluut niet. Kijk, dat is al saai. Dat vindt u. Maar ik ben er natuurlijk nooit in opgevoed. Maar het is in ieder geval toch wel iets waarbij ik vraagtekens zet. Ik zou drugs alleen in zeer extreme medische noodsituaties willen toepassen. En dan nog de lichtere, zoals weed. Volgens het Parool bederft u de sfeer hier in Amsterdam. Waarom? De ouderen die hier te lang blijven wonen. Ah, ja, dan moeten die jongen oprotten. Wij betalen ook belasting, precies hetzelfde. Daar moeten ze niet mee beginnen, nee, dan zijn ze met het verkeerde eind. Jongens zijn arrogant, bemoeien ze met niemand, hebben niets over voor de buurt, wij wel. Maar ja, de jongeren zijn wel gezelliger. Is dat zo? Nou, maar ja, als ze wat op hebben. Dat is toch niet natuurlijk. En klaagt u ook wel eens als er iets van een evenement is of zo? Als het uit de hand loopt wel. Als het aantal toegestaande decibellen wordt overschreden, dan bellen we natuurlijk een klachtenlijn. Meent u dat? Zit u echt de decibellen te tellen? Nee, dat kan ik niet, meneer. Ik kan alleen maar aangeven dat mijn oren pijn gaan doen. Moeten de mensen die op een gegeven moment geld verdiend hebben niet even wegwezen hier uit het centrum? Nee, dat vind ik niet. Ik vind, mensen hebben ook gepresteerd in hun leven. En waarschijnlijk veel geld verdiend, maar dus ook veel belasting betaald. Dus ik vind dat ze recht hebben om hier te wonen. Volgens dit artikel zou het dan toch beter zijn als u binnenkort vertrekt. Gaat dat gebeuren? Absoluut niet. Wat een vreemde vraagstelling allemaal. Nou, het zou beter zijn voor de sfeer als ik hier zou wonen, ja. Dat vraag ik me af. Wat zegt u? Dat vind ik een ontzettend boute uitspraak. Boute uitspraak? Ja, zeker, dat u kunt zeggen dat het beter wordt als u hier gaat wonen. Ja, ik ben jong. Oh, en ouderen die tellen dus niet meer mee? Nee, het is saai. Oké, okay, ja, dan bent u uitgepraat. Of ben ik uitgepraat? U wou ons bij elkaar bouwen in een huisje. Nou ja, een beetje over het ei, dacht ik. Over het ei. Voorlopig krijgen ze me hier niet weg. Oh nee? Absoluut niet, nee. Oh nee, u stelt de vraag heel verbaasd. Alsof er werkelijk een organisatie gaat ontstaan die de ouderen gaat beetpakken en overplaatsen. Ja, het zou niet zo verkeerd zijn. Het zou zeer verkeerd zijn. De oude juppen hebben blijkbaar niet de indruk dat ze een bedreiging vormen voor de gezelligheid hier in Amsterdam. Sterker nog, ze vinden zichzelf veel gezelliger dan de jonge juppen. En daarom is er geen enkele aanleiding voor ze om te verhuizen. Jonge jup, wat is daarop uw antwoord? Kijk, hier hebben we een jup van deze tijd. Een jup nog wel. Toch? Nou, val eens mee hoor, net bezig. Wat vind jij ervan dat hier de oudere juppen zo lang blijven hangen in de binnenstad? Nou ja, goed, het belemmert een beetje de doorstroming van de nieuwe juppen, hè? Dat überhaupt hier in de binnenstad is het al vrij moeilijk te betalen. Als je net begint tenminste. Dus ja, ik zou zeggen, ga lekker een huis kopen en ga weg hier. Rolt lekker op. Ja.